Ik sta hier naast Masha. En Masha, ik mag jou feliciteren. Ja, want ik ben kampioen geworden bij de C-meisjes. Ach, nou, gefeliciteerd. En is het je eerste kampioenschap of heb je er al veel op je naam staan? Nou, ik heb al veel op mijn naam staan. Hoeveel weet ik niet precies. Oh, dus je kijkt er eigenlijk zelf niet zo van op, of wel? Nee, niet echt. Het ging meer om het WK-plek. Oké. En je mag nu naar het WK in Griekenland? Ja. Oké, nou dat is wel heel leuk natuurlijk, met het mooie weer daar. Of ga je vooral voor het schaken? Ja, ik ga vooral voor het schaken. Oké, want heb je ook een ambitie voor het WK? Of ga je daar gewoon voor een goed resultaat? Ja, ik wil natuurlijk eerst worden, zoals iedereen daar. En ik ga mijn best doen. Oké, maar je bent eerst hier kampioen geworden, dat is natuurlijk ook leuk. Maar had je dat verwacht van tevoren? Ja, ik had al wel verwacht dat ik of Mirre of Katlijn of iemand in de top eerst zou worden, maar ja. Ah, je was niet de enige kandidaat om kampioen te worden? Oké, maar wanneer dacht je dan, ik ga wel eerste worden? Ja, toen ik op bord 1 zat tegen Katlijn, toen dacht ik, ja, toen ik had gewonnen, wist ik eigenlijk wel bijna zeker dat ik kampioen ging worden. Maar het ging dus, was eigenlijk een spannende wedstrijd tussen een verslekt groepje favorieten. Heb je je goed voorbereid op hen? Nee, ik heb eigenlijk helemaal niet voorbereid. Oh, maar wat doe je dan hier de hele dag in Haarlem naast het schaken? Ja, tv kijken, computer een beetje naar buiten. Ah, maar ja, dat is dus een soort van mentale voorbereiding op schaken. Oké, nou, dat is ook belangrijk. En nou ja, goed, je gaat dus naar Griekenland. Heb je ook al vaker meegedaan aan het WK? Ja, ik heb al 2 keer meegedaan aan het WK. En hoe waren de resultaten toen? Ja, ik zat op bord 1 vorig jaar, bij de 9e ronde volgens mij. En toen verloor ik de laatste 3 rondes. Oh, dat is wel heel zuur. Dus het gaat... Nee, maar je uithoudingsvermogen was toen niet helemaal goed. Nee, het was te zwaar op het eind. Oké, maar je bent nu weer ietsjes ouder, dus misschien ook ietsjes sterker. Dus je kan daar misschien ook weer voor een goed resultaat gaan. Maar ga je volgend jaar een categorie omhoog om daar ook te proberen kampioen te worden van Nederland? Nou, ik denk dat volgend jaar nog gewoon bij de C blijf. Oké, want je ziet soms wel mensen die dan als kampioen zijn geworden denken, nou, dan ga ik het iets moeilijker maken voor mezelf, maar dat heb jij nog niet echt nodig. Maar bij de jongens. Oké, nou, dat is ook een mooie uitdaging. Maar je doet in ieder geval weer mee volgend jaar hier? Ja, ik doe in ieder geval weer mee volgend jaar. Oké. En kijk je ook veel bij de andere toernooien die worden gespeeld? Ja, een beetje. Ik kijk gewoon als ik aanzet ben, weet je wel, als mijn tegenstander speelt, dan ga ik gewoon kijken. Oké. En maar wie zijn jouw schaakfavorieten dan? Hier bij het toernooi of misschien gewoon in het algemeenheid? Welke groep? Bij de A bijvoorbeeld, de A jongens. Nog heel spannend. Lars Otis, ik denk dat hij wel kampioen gaat worden. Oké. En Anand Topalov, wie is daar je favoriet? Topalov. Want je vergelijkt je eigen speelstijl ook meer dan met die van Topalov dan met die van Anand? Nee, ik ben gewoon voor Topalov. Oké. Je vindt gewoon hem leuker schaken. Ja. Dus je hoopt dat hij gaat winnen. Ja. Oké, nou, we zijn blij dat je volgend jaar weer terugzien hier. En bedankt voor het interview. Ja, graag gedaan.